geloof is veel meer een geloof van angst en van onderdrukking en van dingen moeten. En als je dan niet luisterde, dan zwaaide er wat. En in dit fragment komt dat naar voren. God, ik wil u dienen. Mag je dan ons blijven om u te mogen dienen? Maar wilt u mij beschermen? Wilt u hier een eind aan maken? Je hebt een boek geschreven over Hannelore, het meisje uit de secte. Hoe ben je daar zo toe gekomen om dat onderwerp te kiezen? Ja, sectes is toch iets wat een mysterieuze klank heeft. Tegelijkertijd, we weten er bijna niets over, want er zijn maar heel weinig secteleden die na afloop daarmee naar buiten komen. Die daar iets over willen vertellen of kunnen vertellen. En ik kwam in contact met Peter Withag, die ken ik privé al 30 jaar. Dat is de politieagent die Hannelore gered heeft uit de secte, als 17-jarig meisje. En via hem kende ik het verhaal al een jaar of 8, 9 geleden. Ik vond mij alleen als beginnend schrijver vond ik het verhaal veel te ingewikkeld, te zwaar, te gecompliceerd. Ik dacht, ja, dit is nu nog niet de tijd. Maar hij bleef maar aandringen. En toen heb ik een jaar of 2 geleden kennis gemaakt met Hannelore. En zij wilde ook graag dat ik het zou schrijven. Toen heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en ben ik begonnen. Kan je even in het kort een kleine uiteenzetting geven hoe dat verhaal en hoe dat allemaal zo is gekomen? De kern van het verhaal is dat haar familie, haar ouders, onderdeel werden, gegrepen werden door de leer van een bepaalde voorganger, meneer Vrieswijk. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een secte. En zij woonden in het westen van het land. Haar moeder kwam uit Vriezenveen, hier uit de buurt, en was daar naartoe verhuisd en had het gevoel dat ze wilde groeien in het geloof. En deze gemeente Gods, zoals het heette, die bood dat. Deze meneer Vrieswijk, die voorganger, was heel charismatisch. Die vertelde op zo'n manier over het geloof dat zij het gevoel had, bij die club wil ik horen. Nou, daar is het mee begonnen. En langzaam maar zeker groeide die club uit tot een steeds meer sectarische beweging. De banden met de buitenwereld werden afgesneden. Ze moesten op een gegeven moment zelfs in een klooster gaan wonen. Dat klooster dat stond in Zuid-Gelderland, grens met Brabant, in Veldriel. Daar trok de hele familie in en vanaf dat moment ging het van kwaad tot erger. Die secteleider die haalde steeds meer gezinnen uit elkaar. Als je daar lid van werd, dan duurde het een paar maanden. Dan vond hij de scheidingspapieren op je deurmat. Hij wilde uiteindelijk al die vrouwen in bed hebben. Dat is hem ook gelukt. En ook uiteindelijk ontkwamen de kinderen daar niet aan. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Tegelijkertijd kon de politie daar heel weinig tegen doen. Want er was niemand die naar buiten dit wilde vertellen. Totdat op een gegeven moment de moeder van Hannelore toch besefte van ja, er is iets niet in de haak, er klopt iets niet. En Hannelore was inmiddels naar het buitenland ontvoerd, door de secteleider meegenomen naar Israël, naar Cyprus. En toen heeft de moeder van Hannelore toch aangifte gedaan. En de politieagent waar ik het net over had, Peter Withag, die nam die aangifte in ontvangst. En die heeft zich er helemaal in vastgebeten. En die heeft er mede met een aantal mensen voor gezorgd dat Hannelore uiteindelijk vanuit Cyprus bevrijd is uit die secte. Toen is ze opnieuw gaan wonen in Vriezenveen bij haar oom en tante. En het verhaal klinkt misschien wat vervelend of naar. Maar voor de mensen die hier naar luisteren, dan is het goed om te weten dat het gelukkig afloopt. Want Hannelore is kort na haar bevrijding haar man tegengekomen. Haar huidige man, destijds haar vriend. Daar is ze mee getrouwd. Inmiddels heeft ze 4 kinderen. Ze is hartstikke gelukkig. En ze wil met dit verhaal eigenlijk naar buiten brengen wat er kan gebeuren als je je laat meevoeren in zo'n sectarische beweging. En ze wil voorkomen dat dat bij andere mensen gebeurt. Dus ze hoopt dat dit als een soort van waarschuwing dient voor andere mensen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen.